Uit het gemeentehuis. 500 euro, hoppakee. Die is binnen. Mag u dan wel voor mij ook even een plaatje aanvragen? En een beetje iets gezelligs, dat we niet 16 minuten lang de Beatles hebben, maar even een beetje... Waar gaat u nou echt lekker op thuis? Ja, nou, dat zeg ik niet, maar... Nee, maar... Mag wel, hoor. Nou, iets van ABBA of zo. Volgens mij is dat wel een meezingen voor iedereen. Oh ja, dan kunnen we een beetje gezellig meezingen. Dat is misschien wel goed. Dat is ook een beetje het kerstgevoel en een beetje het oudejaarsgevoel. Even kijken. Heeft u nog een specifieke wens of gewoon iets van ABBA? Ja, iets van ABBA lekker meezingen. Ja, precies. Even kijken, hoor. Oh, dan gaan we gewoon deze doen. Mag ik dan u bedanken dat we hier te gast mogen zijn? Ik zie dat het bord gemeente Reden in Wild is. Staat dat dieren boven? Ja, ze zijn alvast bijna binnen, dieren. Dan gaan wij dansen. Dank u wel, meneer de lokale burgemeester. En we gaan er hier een fantastische avond van maken. Dansen is gratis. Wordt een beetje lekker warm. Het kan nu echt niet lang meer duren. Of we mogen ze verwelkomen. Sander en Herman van 3FM Serious Request. The Lifeline. 3FM Serious Request. The Lifeline. €500. Dan wil ik wel ABBA draaien, hoor. Geen probleem. Laat die handen eens zien, dieren. Laat maar zien. Wat een feest nu al. En die lopers zijn nog niet eens binnen. Kun je nagaan. Naast mij staat Sophie Hielkema. Wie heb je daar staan? Ja, wie heb ik hier staan? Allereerst twee mannen en een fantastische check natuurlijk. Maar eerst wil ik natuurlijk even weten hoe jullie heten. Wie ben jij? Martijn. Hoi Martijn, je wilde je achternaam ook nog zeggen, hè? Mag ook, hè? Ja, Martijn Munk. Hi. Hi Martijn. En hiernaast staat? Daarnaast staat Luc de Bruin. Kijk eens, en jullie hebben een fantastische check. Ik merkte jullie dat jullie hem echt heel graag wilden aanbieden. Ja. Betekent dat ook dat jullie er heel veel moeite voor hebben gedaan om geld op te halen voor het Rode Kruis? Zeker, we hebben vandaag in de Willem Heen in Arnhem een groot benefietconcert georganiseerd. Met maar liefst 6 bands, waaronder die van Luc. En dat is een heel groot succes geweest. En ja, daar hebben we heel erg van genoten. En daar komen we nu het geld van aanbieden. Wat tof. En wat voor band zit je dan? Vertel even. Ik zit in een bandje genaamd Lumen. We maken een beetje indie rock-achtige muziek. We komen hier ook uit de omgeving. We hebben op de Redens Roosendaal gezeten. Dat kennen mensen misschien wel. Yes, nice. We hebben het een beetje zo bedacht van, oh, dus jullie komen hier langs. Nou, gaan we wat leuks organiseren. Zodoende, met hulp van een heleboel mooie mensen, is dat allemaal goed mogelijk. Ja, je zegt een beetje zo bedacht, maar er is ontzettend veel geld opgehaald. Want... Rob ook. En dieren. Jullie kunnen natuurlijk al zien, maar ik wil het gewoon even een beetje spannend maken, want dat is altijd leuk. Voor het Rode Kruis is opgehaald €277,99. Dank jullie wel. Jullie mogen de bus aflopen. En vergeet ook niet die check in te leveren daar bij de checkbox. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Geef ze nog één keer een heel groot applaus, dieren! Serious Request.
gaan wij een beetje herrie maken. Het is ongeveer min 4 graden hier, dus we gaan een beetje springen, 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 springen. Sitting life all wrong, cause I thought I knew what love was, but my heart, it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks and power, but all that goes and always goes. And just give me some love, cause I'm running out of that feeling. Kijk eens wat er op de radio wordt gedraaid, Sophie. Daar heb ik ook wel zin in. Ik ga vast even opzoeken. Als zij het mogen, dan mag ik het toch ook. Maar eerst die hand in de lucht, dieren. 3, 2, 1, go! Moeten we nog even kijken of er iemand een check heeft. Want, zometeen zijn die lopers hier en dan hebben we geen aandacht meer natuurlijk. Ja, ik zie hier een check. Oh, hij geeft hem meteen af. Vrouw. Ja. Wat gebeurt hier nou? Kom even naar voren. Kom allebei, komt u maar mee meneer. Kom ja, kom nou even mee. Ja, ja joh, gezelligheid. Ja. Ja, ja, ja. Even uit je comfortzone. Gewoon voor het goede doel in actie gekomen. Komt u maar, komt u maar. Ik zie hier namelijk een hele schattige check is dit. Deze heb ik helemaal zelf ontworpen. Ja. Allereerst, met wie heb ik het genoegen? Meneer? Met Wilco. Wilco en? Brigitta. En Brigitta, jullie hebben een fantastische check meegenomen. Wat hebben jullie gedaan om dit geld bij elkaar te krijgen? Team van Dieren is Bezigheden van Facebook. Die had besloten om een actie te bedenken. We hebben medewerking gehad van Albert Heijn, hierachter. Albert Heijn en Dieren, groot applaus voor Albert Heijn en Dieren! Sorry, ik onderbrak je, ik ben er helemaal enthousiast van, ja. Geef niet, we mochten daar binnen chocolademelk verkopen. Elke week was een euro met die slekkers erbij en ze konden een donatie doen. Dat hebben we 4 dagen lang gedaan. Nou, fantastisch, er is een hoop chocolademelk gedronken, want Rob, wat er op deze check staat, een fantastisch bedrag. Wat allemaal naar het Rode Kruis gaat voor 3FM, Serious Request the Lifeline. 83 euro, dieren! 83 euro! Fantastisch, lekker! Ja, heerlijk! Dat is heel goed! Vergeet de check dus ook niet in te leveren bij de checkbox. Hoe vonden jullie het op de bus trouwens? Was het wat? Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. Leuk toch? Dus kom ook op de bus. Als je check hebt, kom hier even voor staan, dan pik ik je er zo uit. Nog één keer een daverend applaus. Dieren, laat je horen! Serious Request. The Lifeline. TFM. Ja, elke euro is er eens, hè. Fantastisch. Welkom bij de 3FM Lifeline livestream dag nummer 4. Op dit moment sta ik op de checkpoint in, ja, nergens minder. Hallo?
meisje daar aan die tafel met die jongen. Ze zijn onderweg. Nou, even een kleine pauze, maar we staan op dit moment op de checkpoint in Dieren. We gaan zo meteen niemand minder dan Sander en Herman ontvangen. En Mark en Jorien gaan we uitzwaaien. Maar laten we eerst even kijken wat voor een groot feest het in Os was gisteren. Herman, hoe gaat het? Wauw! Wie van de groep is denk je het slechtst voorbereid? Ja, wie van jullie? Onze Jeannette! Ja, en we zijn er! De finish in Os eindelijk! All right! En we lopen nog een stukje verder naar het podium, want daar staan onze... Liefde en zoals je hier dan op het plein komt en zo blij met Frankie. Maar ja, mijn knie doet zo'n pijn. Ja, ja. Ik weet het. Leuk dat je kijkt naar de livestream. Op dit moment staan we op Checkpoint in Dieren. Mark en Jorien zijn er klaar voor om te gaan vertrekken. Hoe gaat het, Mark? Ja, het gaat best wel goed. Ik heb niet zo heel goed geslapen overdag. Ik heb zo'n sleep app geïnstalleerd. Nou, ik heb dus van de 5 uur dat ik heb geslapen, heb ik 1,5 uur gesnurkt. Dat schijnt niet goed te zijn voor je nachtrust. En ook voor de nachtrust van anderen niet. Maar ik moet zeggen dat ik voel het niet in mijn lijf. Ik heb nu nog genoeg energie. Ja. Top. Hey, maar heel eventjes. Je hebt ontbeten met spaghetti? Ja, je zit in zo'n rare, constante jetlag. Je loopt 6 uur, dan ben je 12 uur vrij. En ja, dan kan het dus zijn dat je om 6 uur 's avonds aan het ontbijt zit aan de spaghetti. Ja. Hé, hey, maar eventjes, gisteren kreeg ik een vraag via de livestream, kreeg ik door voor jullie. De vraag was namelijk, wat hebben jullie nu over elkaar ontdekt dat jullie eerder nog niet wisten? Ik denk dat Jorien hierover moet beginnen. Nou, wij hebben gisteren toevallig wat leuke privégesprekken gehad. Ik zei op een gegeven moment tegen Mark, wat heb jij eigenlijk als bijbaantjes gedaan? Daar hoor ik jou nooit over. Dus ik kwam erachter dat Mark heeft gewerkt in de videotheek. Maar mag ik het hele verhaal vertellen? Hij is na 1,5 week ontslagen omdat hij niet met klanten kon omgaan. Je kon niet met klanten omgaan? Hoe bedoel je, kan niet met klanten omgaan? Hoezo? Nee, het probleem was, ik was in de videotheek. En ik weet nog heel goed, er kwam een vrouw binnen. Die zei tegen mij, en ik was 14 hè. Want ik zoek een film met 2 mannen in een zwart pak. Dus ik dacht, Men in Black. Hebben. En toen zei ze nee. Ik zeg, nou, Blues Brothers. Zij zo, nee. En toen zei ik heel simpel, ja, dan weet ik het ook niet. En dat was zo, die vrouw werd heel boos. En nou, mijn baas die had dan 3 weken zoiets van, oké, dit kunnen we niet hebben. En 20 jaar later ben ik achtergekomen dat het Pulp Fiction was. Pulp Fiction, oké, nice. Maar waar ben je achtergekomen over Jorien? Eigenlijk nog niet zo heel erg veel, moet ik zeggen. Dat ze wel bovengemiddeld van honden houdt. Ik bedoel, ik wist dat ze van honden hield. Maar dit is wel echt, zeg maar... Ik zie gewoon honden ook gewoon wegrennen. Die denken, laat dat uitlaten maar even zitten. Dat komt morgen wel weer. Honden houden gewoon hun plas op als Jorien de straat in komt. Die denken, ja, ik ben gewoon 1 uur bezig. Dat is echt bizar. Daar is echt een heel leuk filmpje van inderdaad. Er is een hele leuke compilatie van Jorien die onderweg allemaal honden uit. Laten we daar eventjes naar gaan kijken. Heel veel succes, jongens. Ja, dankjewel. Heel veel succes. Als we deze brug over zijn, dan zijn we officieel in de provincie Gelderland. Nee joh. Dan zijn we Brabant uit. 2 verrassingen voor ons. Oké. En de verrassingen heten Toby en Boeddha. Zijn ze gepaneerd? Nee? Nee. Okay. Toby en Boeddha. Heb je een vermoeden wat dit kan zijn? Ja, oh, ik zie ze al. Kom maar, Michaela. Kom maar, Toby en Boeddha. Daar zijn ze. Ik zie een joekel van een hond en eentje die te heet gewassen is. Ja, hallo. Dit is toch leuk? Fantastische ontvangst, dank jullie wel. Kijk, daar gaan we. Het confetti wordt eraf geschoten en daar zijn Vera en Olivier. Hey! Hallo Jorien en Mark. Oh, jullie zien er ook zo moe uit. Oh. Ik bedoel het niet lullig, maar ik ben niet vaak zo blij om jou te zien als nu. Ja, en één van de dingen die de Lifeline zo leuk maakt, is dat de DJ's niet alleen lopen. Ze hebben een heleboel meelopers en op de checkpoints komen ze aan met de meelopers. Maar ondertussen staan er ook weer een heleboel nieuwe meelopers te trappelen om met de volgende groep mee te lopen. In dit geval zijn het zometeen Mark en Jorien. En ik sta nu naast Arjen en niet 1, maar 2 SME's. Hé, hey, wat leuk dat jullie meelopen. Ja, klopt. Wiens idee was het? Van mijn dochter. Jouw idee, oké. Okay, vertel me, neem even mee naar het moment dat je erachter kwam dat je mee kon lopen. Nou ja, ik zag op Instagram dat iemand het deelde. En toen dacht ik van, oh, het lijkt me wel leuk om mee te lopen. Dus dat heb ik haar gevraagd, maar toen kwam ik erachter dat je 18 moest zijn.
Het hebben mijn vader meegevraagd. En zo zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. En waren jullie in alle drie gewoon in één keer dat jullie dachten, dit gaan we doen, of was er twijfel? Ja, nee, we gaan meteen meedoen. Ja? Een goed doel, dus ja, zeker mee. Heb je iets met het goede doel? Goede doelen vind ik sowieso altijd wel interessant en goed mee te doen. Ja, ja. Heb jij iets specifieks met het goede doel? Ik vind het gewoon goed dat ze op die manier mensen kunnen helpen. En dat we daar mensen de wereld mee kunnen verbeteren eigenlijk. Hey, maar eventjes, hebben jullie een beetje voorbereid? Ik heb krantenwijk gelopen, dat is eigenlijk mijn voorbereiding een beetje. Ja, en die van jou? Helemaal niks. Helemaal niks? Oké, en jij? Nou, ik loop af en toe een keer met mijn dochter, liepen we de Vierdaagse bij ons. Yeah. Dat was maximaal 10 kilometer. Ja, yeah. Maar dat is al een tijdje geleden, dus geen voorbereiding. Ja. Ja, op mijn werk loop ik wel regelmatig wat, dus... Jullie hopen op het beste? Ja, gaat wel goed. En zijn jullie ook gesponsord? Hebben jullie wat geld opgehaald? We hebben geen sponsors kunnen vinden, maar we gaan wel tijdens het lopen gaan we een liedje aanvragen. En weet je al welk liedje? Ja, van Kensington Uncharted. Over het verlies van iemand en dan eigenlijk met mensenhanden met verlies vonden we mooi bij elkaar passen. Vind ik een hele mooie, te gek. Hey, heel veel succes, zet hem op. Ja, en ik ben niet de enige die op dit moment, wacht eens even. Ik krijg nu net te horen dat ze er zijn. Laten we heel eventjes meelopen naar Den Haag. Gaan we eventjes kijken naar de mensen die mee gaan lopen. Maar voordat we dat gaan doen, nog heel eventjes laten we meekijken naar wat mijn andere collega's Kai en Luc hebben gedaan om meer geld in te zamelen. Nieuw programmaatje hier, 2 voor de prijs van 1. En wij gaan samen ergens werken om iemand anders geld te verdienen. Vandaag zijn we bij de IKEA en we gaan kijken of we überhaupt een beetje capabel zijn. Achter de schermen, voor de schermen. En ik hoop dat ze natuurlijk flink gaan lappen aan het eind van de dag. Want we doen het natuurlijk allemaal voor 3FM, Serious Request, Lifeline. Let's go! Nou, maar eens, super dat je ons wil helpen vandaag. Wat gaan we allemaal doen? We gaan eerst naar het kledinghok. Gaan we eerst een buisje halen, uitzoeken. Een mooie outfit, een broek. En dan gaan we de keuken in. Oké. Okay. Ja. Wat leuk. Ja. Ik ga me gewoon hier omkleden, hoor. Ja, is goed. Ga jij lekker omkleden, joh. Prima. Ja, moet hij er gewoon overheen? Kan dat zo? Eigenlijk niet. Je moet je broek uit. Je moet broek uit? Ja, maar je kan het toch beter daar doen, jongen? Oh, nee, joh, is oké. Ah, kijk nou. Gaan we hier onze handen wassen? Dan kunnen we eindelijk een keer voelen hoe het is om aan deze kant van de keuken handen te staan. Handen wassen, Kai. Handen wassen. Oké, wat gaan we doen met de zalm en met de sla? Sla op de bordjes, dat kan ik wel. En ik dan? Ja, ik heb voor jou ook wat hoor. Oeh, die is koud en glibberig, hè? Ja. Het moet netjes zijn. Netjes, kijk ja, nou, heel netjes. Zo. Nee, dat mag niet. Dat moet je met een lepeltje doen. Ik dacht, ik help even mee. Nee. Marijn. Oh, no. En nou onder. Marijn, Marijn, kom. Kom nou, kom Marijn. Dan Marijn. Hop, erin. Marijn. Ik weet niet wat er gebeurt, Marijn. Groot worden hier op het plein in Dieren, waarbij allemaal mensen langs de kant staan. Mensen, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Laat je horen, Dieren. Laat je even horen. Fantastische tussenstand. Derde tussenstand hebben we net al kunnen horen van 629.333 euro. En daar gaat nog veel meer bij komen deze week. Dieren, zijn jullie er klaar voor? Voor het doorgeven van het stokje aan Mark en Jorien. We lopen nu naar het grote podium toe. Ik ben onder de finishvlag door. Meelopers, kom gezellig mee. Kom gezellig mee. Dieren, daar zijn ze! En dan lopen wij nu richting het podium. Ja. Het podium van het checkpoint. Waar Rob Jansen en Sofie Hielkema super goede zaken doen. Om het plein op te vrolijken. En waar ook onze vrienden staan. Jorien! Jorien, hoe gaat het? Heb je er zin in? Lekker uitgeslapen. Ja, ik heb er heel veel zin in. Dus kom op met het stokje. Helemaal goed. Hier is het stokje, alsjeblieft. Markie, Mark van der Molen. Hoe gaat het met jou? Ik heb heel veel gesnurkt, heb ik van mensen om me heen gehoord. Maar wel echt geslapen als een blok. Dus dat gaat goed komen. Helemaal goed, fantastisch. Aan wie is de eer dat we het, de etappe gaan afstrepen? Ik heb het nog nooit gedaan, dus mag ik hem doen? Ja, nee, dan mag het zeker. Dames en heren, etappe nummer 13 gaat afgestreept worden door Jorien Renkema. Kruisje 1. Oh, dit gaat mij goed af hoor. Ik kan solderen als de beste, kom ik achter. Kruisje 2. Kijk eens even lekker. Woehoe! Dat betekent dat officieel etappe 13, de helft van 3FM Serious Request, etappe 13 zit erop. We zijn er bijna! Applaus voor alle mensen die zijn meegelopen bij deze etappe. En applaus voor alle mensen die zo meteen weer gaan meelopen. Ik geef hem officieel over. Jorien Renkema, de eer is aan jou. Dankjewel jongens. En lekker slapen. Hè?
En ook al die meelopers. Waar zijn die mensen die mee hebben gelopen? Doe even die handen in de lucht. Wat een helden. Geef ze een groot applaus. En we gaan het weer doen. Welkom in Dieren, Herman en Sander. It's about to go down. It's about to go down. We gaan allemaal door de knieën. Allemaal door de knieën. Als je nog knieën hebt, zakken, zakken. Als je nog twee knieën hebt, zak maar door die knieën. Lager, Dieren. It's about to go down. It's about to go. De Lifeline 2019. Wij gaan springen! Yes! 3FM Serious Request. De Lifeline. Wat een feest hier in Dieren, niet normaal. Sander, wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Ik wist van tevoren niet helemaal wat ik moest verwachten toen ik van Arnhem naar Dieren ging lopen. Maar ik ben zo blij en zo trots dat jullie allemaal uit jullie huizen zijn gekomen. Het is kerstvakantie en we zijn hier met z'n allen. Je had overal It's kunnen zijn, maar je bent hier It's vandaag met ons. Met 3FM Serious Request. We zijn samen en samen kunnen we bewijzen dat we de wereld een klein beetje beter kunnen maken met z'n allen. Zijn jullie klaar voor Dieren? We gaan nog een keertje springen! Iedereen die zometeen de volgende etappe mee gaat lopen naar Zutphen, die mag zich aan die kant van het plein even melden. Want daar gaan we weer vertrekken met Jorien en Mark. En alvast heel veel succes! Wat je wilde. Bij de finish. Ja. Ja, dat klopt. Wat denk je dat het is? Ik heb geen idee. Ja, ik heb zin in gewoon even zitten of zo. Oké, wacht even. Oké, hou vast. Oké, we hebben een collectebus. Moet je even kijken. Ik hoorde dat jij heel erg zin had. Oh. Is Barrett. Nou, ik ben en een net, biertje. Ik ben net 3 weken vegetariër geworden. Nee! Maar het is wel als ik uit eten ben, of nou ja, als ik niet thuis ben, dan mag ik van mezelf af en toe vlees. Maar ik vind het wel even belangrijk om gezegd te hebben. Maar okay. Dit is mijn allereerste wat ik at, ook toen ik 3 jaar geleden uit het glazen haas uitkwam. Kreeg ik sperrips. Dus ja, lekker. Ga ervoor. Nee, alsjeblieft. Er zit een sausje bij. En Herman, ja. Ik weet dat jij lekker gaat op. Hey. En voor jou natuurlijk ook even een biertje erbij. Ja, dankjewel. Hoe ga je? Slecht. Ja? Ja, ik wil deze check even in ontvangst nemen. Ja, ga dat even doen. Ik ga ze eventjes lekker laten uitrusten. Maar laten we eventjes terug gaan kijken hoe Herman en Sander de afgelopen 24 uur hebben ervaren. Ja,
Het is Alex Hoogendoorn, oftewel mijn vader. Toen bekend werd dat we weer de Lifeline gingen doen... en toen de route ook een beetje bekend werd... ik zweer het, Herman. Toen heeft hij volgens mij een hele dag op Expedia gezeten. Hotels geboekt, routes gecheckt en zo. Nou, ik heb iets leuks voor je. Het is gemaakt door de Nicolaas School uit Os. En je mag het openmaken. Het is gemaakt door Vivi. Een plasketting! Een plasketting! Wat goed! Hallo, Hoogie. Ja, Herman. Ik heb een vraag. Oké. Okay. Mag ik naar de wc? Mag ik de plasketting? Hup, Herman, hup. Hoeveel wc's heb jij al aangedaan? Ik moest net lachen wat jij zei, Herman. Jij zei, er loopt iemand mee, dus allemaal meelopen. Eentje lijkt heel erg op Teske de Schipper. Ja. Dat, ja. Dat zei hij, hè? Ja. Ja, dat zei hij. Ik heb iets aangeboden voor de veiling. Ik breng in februari mijn boek uit, mijn debuut. Het is een dichtbundel en ik dacht van, ik ga voor de veiling een exemplaar aanbieden waar dan zeg maar allemaal aantekeningen van mij in staan die niet in de normale versie staan. En er zit dan ook nog een meet and greet bij. Jeetje, ik ben helemaal buiten adem, jongens. Hoe doen jullie dit? Even doorlopen, dus. Jeetje. Ik kom zelf uit Hees, maar ik mag bij de Osclub aansluiten. Dus een gezellig clubje. Hoor je anders niks van dat je uit Hees komt? Nee. Dat je niet Hees bent. Snap je? Ik wil even een boom zijn. Ik wil je even niet zijn. Het is 2:00 s'nachts, maar in Graven staat het zwart van de mensen. We gaan de finish over. En ik kan niet wachten om even te gaan zitten, want de voeten doen pijn. Maar we zijn er. En daar gaan we. De markt in Graven. Hier is de finishboog. Confetti gaat de lucht in. En we zijn gefinished.